Die lijn hier, daar zou ik wel wat luiden in dat boek. Duur dat zijn, hè? Nee! Eerst, hè? Dat hoort ook al uit van die pikken. Tieners. Snortje met nog van de leuke jongen, van een leuke kans hebben we hier. Je hebt een paar snortje van 3 meter. Thank you.
fyr som jag lånade för du. In de eerste plaats bedank ik de handelsvereniging, want die hebben hier zeer royaal prijzen beschikbaar gesteld, de handelsvereniging van Schansen. En ook Meijer natuurlijk met een prachtige beker die er zijn. Ik bedank de weerhouden dat ze nu eindelijk een beetje omdraaid zijn, dat we nog wat goud weer hebben. De vissen door Proot Meloot er nog wat met, en die hebben we een beetje zitten los. De meters die worden bedankt. En daar ga ik nu over tot de prijsuitreiking. De eerste prijs, dat was degene met koortje nummer 1. Dat ben ik. Ja, dat was Luppo. Dat was ik. Je hebt toch nog 55 centimeter visboom. En toen heb je vaak 5 keer voorop op moet, hè? 10 visboom. Denk bij. Na de feest dit. Dat is dezelfde. Degene met koortje nummer 17. Wel aan nummer 17. Juist. Hij heeft maar 2 keer op om, want er werden 2 gooien vissen. Je hebt 49 centimeter. Ja, dat is een beetje. Ja. Maar niet zo gelukkig. Derde prijs. Dat was met koortje nummer 12. Ja, de prijs die was 1 centimeter uit hem keuter. De vierde hè? Dat was nummer 15. Maar de vierde prijs is even maar over, dus dat is de rest van de prijs. En daar hebben we dan ook Lut. We hebben een nummer uitgetrokken en daar hebben we Lut dat wichtje door zo. En die had gekozen nummer 9. En daar kreeg de vierde prijs. Wel is die geluk voor ons. Wel het nummer 9. Goed voor het. Hier aan we draaien. Hij heeft nou al die andere mensen die... Ik heb allemaal niks van en ik ging ook allemaal nog niet in het vries, ja. Als die ene vrouw nog naar voren kwam, en dan kan mevrouw eerst maar een vries afhouden wil. Want die hebben ze net met een echt goed te nemen, want dat mocht toch niet zo.
Alleen op de viskeluw, hè? Nou, daar kijken we. Investie te organiseren en hopen dat we dan op zomernaar dan vinden dat er ook meer vis aan het werk blijft.